Daily Minutes nummer 1436 met een uitzending voor vandaag 11 oktober 2018. Dat is het bulletin van donderdag. Data vandaag is nogmaals Veldhel X9 bij 1500 Hz. Let op, het is X9, Veldhel X9 bij 1500 Hz. Vandaag enkele nieuwsberichten en verder deel 13 uit de serie over zelfbouw en deel 7 uit de geschiedenis van de micronatie Vorvik van Stuart Hill. Een leuke prestatie van Jurgen, ON3JVB en enkele mede-amateurs. Op dinsdag 16 oktober verzorgen zij voor het Sint-Jozef College en het Belgische Turnhout de verbinding via de amateurzender naar het International Space Station. De uitzending gebeurt onder de clubcall ON4NOK-Portable. Aan zoiets gaat een lange voorbereiding vooraf. De apparatuur moet natuurlijk onberispelijk werken. Op donderdag 4 oktober vond er een generale repetitie plaats, waarbij zowel de zendamateurs als de leerlingen konden oefenen in bijvoorbeeld hoe sterk ze in de microfoon moesten spreken, maar ook om te kijken of de rotoren om het ISS te volgen ordentelijk functioneerden. Het QSO via het ISS, waarvan de uitzendingen vanuit het ISS ook uitstekend in Nederland te ontvangen zullen zijn, vindt dus plaats op dinsdag 16 oktober om 12:04 UTC. Nog meer ruimtenieuws, want voor het eerst in jaren was het op 6 oktober mogelijk om random een QSO met het ISS te maken. Astronaut Serena, KG5TMT, gaf afgelopen zaterdag CQ op 145-800 in FM boven de Verenigde Staten. Terugkomen als je zo'n oproep hoort gaat niet op dezelfde frequentie, maar boven Europa op 145-200. Er kan ook op 144-94 gewerkt worden, maar dat is eigenlijk vooral boven Region 2 en 3, Region 2 en 3. Een aantal jaren geleden waren dit soort spontane QSO's met het ISS een regelmatig terugkerend fenomeen, maar de verbindingen zijn de laatste jaren meest met studenten geweest met afgesproken verbindingen. Het is niet duidelijk of dit een one-off was of dat het vaker zal gebeuren. Serena KG5TMT zal in december terugkeren naar aarde. Dit is deel 13 van de serie over zelfbouw. Gisteren was ik gebleven bij onderdelen die wel handig zijn om te hebben. Onderdelen zijn afhankelijk natuurlijk van wat je met zelfbouw wilt. Maar het is sowieso wel handig om ze te hebben. We waren gisteren gebleven bij de weerstanden. Her en der kun je vermoedelijk wel aanbiedingen vinden van bijvoorbeeld de hele E12-reeks weerstanden met van iedere waarde bijvoorbeeld 10 stuks of zo. Iets om de onderdelen gesorteerd in op te bergen is, als je onderdelen hebt, ook echt een must. Doosjes met vakken erin, of als het meer onderdelen zijn, kastjes met laadjes waar per onderdeel waarde ruimte in is. Gisteren stipte ik heel kort ook het hebben van een soldeerbout aan. Dat is wel een redelijk belangrijk onderdeel. Ik ben waarschijnlijk een slechte leraar op dat gebied. Ik heb nog een grote voorraad met loodsoldeer. En ik heb redelijk weinig ervaring met de moderne loodvrije soldeertin. Mijn voorraad met loodsoldeertin uit een vroegere periode is zo groot dat dat zeker nog meegaat tot aan de volgende revolutie. Dus ik weet niet of ik ooit aan dat loodvrije tin ga toekomen. Even een paar beginnersdingen, lullig, want ik denk dat de meesten het wel weten, maar ik moet dit om ellende te voorkomen het toch wel vertellen. De vader van een goede vriend van me op school was aannemer. Toen die goede vriend in de zendhobby geïnteresseerd raakte, stuurde zijn vader hem naar de loodgieter binnen het bedrijf om hem te leren solderen. Die man was uiteraard een goede vakman, alleen ging het dus wel mis bij de eerste printplaat van die goede vriend van mij. Al na een paar dagen waren de meeste printsporen zwart en sommige krulden van de printplaat af. En ja, het was een bouwpakket, dus het was ook lastig om een nieuwe print te krijgen zonder een nieuw bouwpakket te moeten kopen. Maar het was een treurige geschiedenis. Ik weet niet of het tegenwoordig nog zo is, maar je moet het oppervlak, als je dat wilt, goed vrijhouden met van oxides. Nou ja, dat is in ieder geval nog wel zo. Maar wat misschien niet meer zo is, is dat loodgieters dat in de tijd deden met soldeerwater of met een soort klein doosje met wat op schoensmeer leek erin, waarin zoutzuur zit. Dat zoutzuur krijgt de gelegenheid niet om het relatief dikke buismateriaal van de loodgieter kapot te vreten. Maar met de printsporen van een paar micron dik heeft dat zuur dus geen enkele moeite. Niet doen dus, ook al heb je nog zo'n opdringerig deskundig familielid op dit gebied. Elektronica kun je eigenlijk alleen solderen met soldeertin waarin een kern van harsmateriaal zit. Dat hars is veel minder agressief en het verwijdert toch de oxide en andere vervuilingen. Over de soldeerbout, ik zou je niet aanraden om een Weller of vergelijkbaar van €300 aan te schaffen.
Een paar dingen zijn belangrijk. Een soldeerbout moet voldoende reserve aan warmte hebben. Anders duurt het te lang om een component te verhitten en kan hij kapot gaan. Het lijkt gek dat dat ding warm moet zijn om te voorkomen dat het onderdeel te warm wordt. Maar het betekent gewoon als de soldeerbout warm genoeg is en voldoende reserve heeft, dat een soldeeractie kort genoeg duurt om de transistor heel te laten. Die onderdelen zijn er ook echt op gemaakt, hè, want die worden in een soldeerbout gesoldeerd normaal gesproken en ze moeten dat kunnen overleven. De meeste soldeerbouten zijn tegenwoordig thermostaatbouten. Die hebben vaak wel genoeg reserve op dit gebied. Ik heb echt recent nog wel eens een goedkope gekocht, ook met een thermostaat die niet zo heel fijn werkte. Belangrijk is ook dat er niet nog een restspanningje van afkomt. En moet dus echt voor elektronica geschikt zijn en ook bedoeld zijn. Voor loodvrij soldeertin is de temperatuur anders, hoger dan voor tin met lood erin. Ook dat is iets waar je rekening mee moet houden. Een goede soldeerverbinding is wel heel erg belangrijk. Als dit niet goed gaat, dan houd je schakeling er op een gegeven moment gewoon ineens mee op. En reken erop dat dat nooit goed uitkomt. Ja, aan de ene kant wil je een component niet te veel verhitten. En aan de andere kant moet je wel lang genoeg verhitten, zodat de tin dus zich over een voldoende groot oppervlak aan beide zijden van de soldeerverbinding hecht. Het grootste verschil tussen tin met lood en zonder lood is dat je aan een verbinding met lood gemakkelijk kunt zien dat de verbinding goed is, doordat bij dat materiaal een goede verbinding glanzend is. Bij loodvrij solderen is dat niet zo, dat glanzende. Maar ik heb niet voldoende ervaringen mee om te weten of er misschien andere aanwijzingen zijn waarmee je dat kunt weten. Maar misschien kan iemand me op dit gebied aanvullen. Ja, tot zover dit deel 13 van de serie over zeilbouw. Deel 7 van de serie over Forvik en Stuart Hill. Hill blijft pogingen ondernemen om te bewijzen dat de regering van het Verenigd Koninkrijk op het eilandje geen zeggenschap heeft en lijkt er in zijn eigen verklaringen ook in te slagen. Zo werd hij over de periode december 2008 tot april 2009 aangeslagen voor ruim 200 pond belasting vanwege het bouwen van zijn hut op het eilandje. Hill heeft de aanslag teruggestuurd met de mededeling dat hij onterecht is, omdat de betreffende belastinginstantie immers geen zeggenschap op het eilandje heeft, met daarbij de uitnodiging om zijn weigering desnoods in de rechtszaal te zullen aanvechten. De Belastingdienst bevestigt desgevraagd Hill inderdaad het te hebben aangeslagen voor de hut die door de belasting als woning wordt gezien en waarvoor in dat geval belasting is verschuldigd. In april 2009 heeft Hill in een enigszins schimmige brief aan een lokale krant gewaarschuwd dat het eiland voorzien was van apparaten op alle landingsplekken rond het eiland die de romp van schepen lek zouden kunnen maken en die scheepsschroeven zouden kunnen vernielen. Hoogstwaarschijnlijk is Hill bang geweest voor een inval van buitenaf, maar het is niet helemaal duidelijk van wie of wat hij deze inval dacht te kunnen verwachten. Eind april in 2009 stond op een openbare landweg op Shetland ineens een 25 jaar oude four-wheel-drive geparkeerd. De auto was voorzien van een kenteken van Forvik, Forvik 1, en had verder een aantal kenmerken die ook auto's met een Engels kenteken hebben, zoals een ovale landensticker, FK, en een erg op de Engelse versie gelijkende belastingschijf achter een van de ramen. Op de auto zaten verder stickers die melden dat de auto geen onderdeel was van UK-wetgeving en dat een aantal dingen, waaronder slepen en in beslag nemen, verboden was op straffen van 1000 Engelse ponden plus onkosten. The word amateur. The word can mean a lack of skill, but it can also mean someone that does it simply for love of the activity, like in amateur sports. Ham radio people are amateurs in the best way. For over 70 years, they have provided emergency communications for free, bringing thousands of dollars of their own equipment, hundreds of people, and serving their communities all for free. The amateur radio emergency services are amateurs. In the best sense of the word. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour. This is Twit.
It's time for Security Now. Steve Gibson is here. Great show planned for you. And on we go with the show, Steve. So, unfortunately, people last week who manually checked for updates were seekers. Seekers. That's what they're called, yes. Well, seek and destroy. I saw it and found it. I installed it on three machines with no problem, but I'm obviously and not everybody did. Not everybody has a problem. Unfortunately, those who did had a big problem. So what happened was that the original plan was that the Windows 10 October feature update was scheduled to be part of this today's Patch Tuesday. But at which point it would have been automatically found and downloaded and installed. But it was also put up on Windows Update a week before, where people who manually checked for updates would find it and could install it. The thing that I, you know, in retrospect, and I don't know this is a cheap shot at Microsoft, but their page describing it says, with the release of the Windows 10 October 2018 update, and that'll be version 1809, we're right now we're at 1802, Microsoft says, we're empowering a new era of personal productivity. Clear your desk. yeah, exactly. You know, all those files that have been piling up, in your documents folder, really, those are just getting in your way. Those are slowing you down. We're going to get rid of those for you. So what happened was, for those who don't know, some who updated, presumably in anticipation of being empowered by this new era of personal productivity, soon discovered that all of their personal documents had been irretrievably deleted from the computer. Seriously. And that was only one of a number of problems that this thing had. Now, okay, we know that when apparently it had something to do with Windows Cloud syncing, when syncing was not in use, although we haven't yet had a full articulation of why some people were hit and others were not, but a chunk of people were. And we know that when files are deleted from a hard drive or, well, any mass medium, the entry in the directory is eliminated, and then the space that the file was occupying on the medium is just marked as available for reuse. Thus, Norton's original claim to fame of undelete, where he realized that, oh, you could, you know, and you could remove the E5, which was the marker for this is an available entry, and guess what the first character was, or the user could say, oh, I remember what that file name began with, using the rest of the name, and then subject to the drive's fragmentation, which made guessing where the file was a little more tricky, you could unmark those sectors as free, that is, mark them as in use, and oftentimes reclaim your file. Well, that's exactly what happened here. When people were initially calling Microsoft saying, hey, all my documents are gone, the level one support people said, what? We don't know anything about that. Later, when Microsoft realized, oops, we have a problem here, and they started looking at it more closely, the advice changed to step away from your computer, stop using it immediately, and we'll get back to you. Later down on the new era of productivity page, under the symptom, well, first of all, they said known issues updating to Windows 10 version 1809 on that page. They added under known issues, only one symptom. We have paused the rollout of the Windows 10 October 2018 update version 1809 for all users as we investigate isolated reports of users missing some files after updating. Yeah, like the ones
that system restore will not restore. So under workaround, they said, if you have manually checked for updates and believe you have an issue with missing files after an update, please minimize your use of the affected device and contact us directly at 1-800-MICROSOFT or find a local number in your area. Alternatively, use a different device to contact us. If you have manually downloaded the Windows 10 October 2018 update installation media, please don't install it and wait until new media is available. We will provide an update when we resume rolling out the Windows 10 October 2018 update to customers. And as this picture of the week shows, some poor guy named Robert Zico posted on October 3rd, which would have been last Wednesday, under the title Windows 10 October 2018 Update Version 1809, deleted all my files. He posted, I have just updated my Windows using the October update version 1809. It deleted all my files of 23 years in amount of 220 gigabytes. This is unbelievable. I have been using Microsoft products since 1995, and nothing like that ever happened to me. And then he says, files were located at /users/rober, and of course his name is Robert Zico, /documents. He says, this location is still present with no files. All of the files deleted. I'm extremely upset, not sure what to do. Please let me know. So anyway, as we know, recovery is possible for those who were affected. Subject to reuse of the space and also the degree of fragmentation. This is why I've still sort of thought, I mean, I don't defrag SSDs, but I do make images of my system. Like I've got a nightly imaging system, like a nightly imaging program now established, and with incremental images. And I mean, I'm not taking anything. And of course, that's what everyone says, right? In response to Robert is, well, you did make a backup, didn't you? This happened. Microsoft stopped it. It's gone away. Is not part of today's Patch Tuesday. In addition, there were reports that Task Manager was showing incorrect CPU usage levels. Microsoft Word, at least versions 2016 and 2019, would no longer save documents, no matter what anybody did. Save as, save, no. But apparently that had something to do with add-ons, a conflict with Word add-ons, such that if you went into add-ons and disabled them, then Word would again save your documents. So if there is anybody who's listening to this who's like been stuck and can't reboot or shut down or close because they've got documents, unsaved documents, that apparently is a workaround. And then a number of games, Battlefield 1 and 4, Assassin's Creed, Hitman, Watchdog, and Rainbow Siege reportedly stopped working for some people after this. So Microsoft has some work to do. I'm sure they'll get it fixed. And hopefully people did have backups and this does not represent a catastrophic loss for them. For those who can, our takeaway is it's probably worth setting that deferral on feature updates to like 60 days. Unfortunately, Windows 10 Home does not give you that option, which is really infuriating that all other versions of Windows offer it. But Microsoft said, we're going to be stingy. We're not going to let Windows Home users defer the feature updates. But for those not using Home,
Pro, Enterprise, and others, you can, under the advanced settings, you can, for Windows Update, advanced settings, you can elect to defer feature updates for up to 365 days, for up to a year, I would argue. I mean, you know, for old, really cranky people, you know, fine, set it 365 days and you'll never get a features update. 60 is certainly fine, because if features update is going to cause a major meltdown, it'll be determined, it'll be detected within 2 months. Microsoft will fix it, and your system, having patiently waited a couple months, will have been spared whatever pain that update may cause. So I would say at this point, definitely defer features updates for 60 days. You can always then, you know, decide you want to bite the bullet after a week of no problems, but, or maybe set it to a week of deferral. I don't know. But clearly, we're in a world now where this forward rolling, continuing eras of enhanced personal productivity being offered by Microsoft could sometimes backfire on people. So I would say not. Or if you have a plan to image your whole system and or all of the important parts, then yeah, go ahead. You know, be a leader. Okay, so this is really interesting. Unfortunately, MikroTik routers are back with us.